We staan hier in Boekhandel Manschot. Het is de start van de Boekenweek en u heeft hier een boekpresentatie gegeven. Kunt u in het kort iets vertellen over uw boek? Het boek heet De Jacht op het Verzet en is het resultaat van zeer uitvoerig onderzoek in strafdossiers van wat je zou kunnen zeggen foute Nederlanders en ook wel Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heb ik niet alleen geschreven, maar met vijf historici. Ik heb wel de eindredactie gedaan en het project geleid. En zij hebben enorm veel strafdossiers bekeken. Dat is een goudmijn voor kennis van de Tweede Wereldoorlog en allerlei verhalen en details daarvan. En dat hebben we geprobeerd leesbaar samen te vatten. Het is dus heel goed mogelijk dat u met deze informatie die u nu heeft nog een boek zou kunnen maken. Heeft u ook al iets in de pen? We gaan niet nog een boek maken over deze informatie. Ik ben wel bezig aan een volgend boek. Maar dat is heel onverstandig om dat in het openbaar te gaan zeggen wat dat is. En hoe het heet en zo, dus dat doe ik nog niet. Maar ik ben wel aan het schrijven en dat is een heel spannende fase schrijven. Hè? Dat is eigenlijk het spannendste. Het onderzoek is bijna klaar. En het heeft wel met de oorlog te maken, maar het speelt eigenlijk na de oorlog. U geeft net aan dat schrijven spannend is. Wat is er nu zo leuk aan schrijven? Nou, het is niet alleen spannend, het is ook verslavend. Het is wel heel bazaal. Je begint met een leeg vel vroeger, nu dan met een leeg scherm. En aan het eind heb je gewoon een boek in je handen. En ik ben een man, dus ik kan er niet over oordelen. Maar ik denk dat het iets met een bevalling te maken heeft. En dat een boek in je handen hebben dat net klaar is, dat een beetje moet lijken op een kind dat je in je handen hebt. Dat is allemaal sterk overdreven natuurlijk. Maar dat hele proces van dat je ook door moeilijke momenten heen moet. En dat je denkt dat het wordt niks of het gaat niet of het is eigenlijk waardeloos. Daar ben ik al begonnen. En na verloop van tijd dan kom je daar weer bovenop. En dan, is het klaar. Ik vind dat behoort wel tot de grootste vreugdes van het leven. In februari bent u gekozen tot nieuwe geine van het jaar 2012. Onder andere omdat u een groot schrijver bent binnen Nieuwegein. Zou je ook kunnen zeggen dat Nieuwegein een schrijverscultuur heeft? Dat kan ik niet beoordelen. Want ik ken eigenlijk niet zoveel schrijvers in Nieuwegein. Er zijn vast nog wel een paar. Maar ik ken er eigenlijk niet zoveel. Dus dat kan ik niet beoordelen. Maar de cultuur van Nieuwegein, dus de leefomgeving Nieuwegein, is wat mij betreft prima om te functioneren, want je kunt hier prettig wonen en kunt je ook nog. Ik woon prettig en ik voel mij zeer op mijn gemak hier. En maar om nou te zeggen dat het is echt onzin om te zeggen dat ik hier alleen maar zou kunnen schrijven, dat zou ik overal kunnen. En het schrijven op de hei, wat veel mensen doen, kan ook heel prettig zijn. Het ligt een beetje. Ikzelf hou er wel van om te schrijven, tegelijkertijd ook een paar andere dingen te doen. Ik ben niet zo iemand die zich helemaal opsluit. Dank u wel.